Onder begeleiding van het Bossengilde werd de oud-bisschop gisteravond naar het bisschoppelijk paleis gebracht. De huidige bisschop Hurkmans wachtte daar de overleden Bluissen op. Daarna mocht iedereen langs de kist lopen om de oud-bisschop nog een laatste groet te brengen. Veel mensen waren erg onder de indruk van de oud-bisschop. Een hele intelligente man. Een heel warm persoon ook. Als monsieur Bluissen binnenkwam, dan kwam er iemand binnen. Bluissen was van 1966 tot 1984 bisschop van Den Bosch. Hij stond bekend als een progressieve bisschop die dicht bij de mensen stond. Als je ooit problemen had, dan kon je er gerust bij terecht. En dat wist hij op een heel plezierige manier altijd op te lossen. Zo zorgde hij dat deze voormalige priester zijn hart kon volgen. Nou, ik zei tegen hem dat ik dus verliefd was geworden. En dat ik dus wilde gaan trouwen. Dus zei hij, dat kan wel, maar dat mag niet. Maar de monseigneur vond dat de liefde moest overwinnen. En zorgde dat er een eervol ontslag kon komen, zodat de geliefden konden trouwen. Hij heeft zelfs nog een briefje gestuurd toen wij trouwden. Met de hartelijke gelukwensen. En zo heeft iedereen zijn herinneringen aan de bisschop. In een interview dat Omroep Brabant eind 2011 hield met monseigneur Bluissen, werd hem gevraagd hoe hij herinnerd wilde worden. Wat een moeilijke vraag. Ja. Ik doe mijn best om goed herinnerd te worden. Positief. En dat lijkt gelukt te zijn. Bisschop Bluissen, daar moet je van houden. Ook vandaag kan er nog afscheid genomen worden van de oud-bisschop. Morgen is de uitvaart in de Sint-Jan in Den Bosch.